Ik ga dan eens make-uppen, want ik heb zin om een review te schrijven over dit palet. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag en mijn kamer is echt een stamboel. Dit zijn trouwens de briefjes van maandag en dinsdag. Hallo, ik heb net een blogbericht herlezen en nu ga ik een nieuw blogbericht schrijven. Ik wou jullie ook nog even laten weten dat ik gisteren deze mijn Flow heb uitgelezen. Flow is een tijdschrift waar je wel redelijk lang aan bezig bent, omdat het echt mooie en lange artikelen zijn waarvan ik echt alles lees. Maar het is ook een tijdschrift die echt heel leuk is dus om jezelf te bevorderen en die ook van die hele toffe printjes heeft. En het is ook een tijdschrift om hier reclame te maken die je eigenlijk volledig zou kunnen strippen om in je bullet journal te gebruiken. Ik ga nog eens make-uppen, want ik heb zin om een review te schrijven over dit palet. Ik heb net al lipstick opgedaan. Dit is de lipstick Curl Cutie van de Body Shop. Hier wou ik heel graag een review over schrijven, maar blijkbaar is hij voorlopig uit het assortiment. Dus dat doe ik nog niet of niet. En nadat ik een hele review had geschreven over dit product, bleek dat hij ook uit het assortiment is. Ik hoop dat hij nog terugkomt. Het is een hele mooie geur en ik wil hem iedereen aanraden om te kopen. Maar dat gaat dus niet. Hey! Ik heb een deel van mijn foto's bewerkt voor mijn artikel. Mijn artikel is geschreven en gecheckt waardoor ik hem online kan plaatsen als ik terugkom van de winkel. Maar nu is het tijd om naar Ieper te vertrekken, om mij klaar te maken om naar Ieper te vertrekken. En ik heb mijn zak mee. Misschien hebben we wel nog tijd om door te rijden naar de bibliotheek in Wijdschaten. Maar mijn boeken zijn sowieso verlengd en mijn beeld is opeens heel erg donker. Hallo, het is 9 uur en het is de eerste keer sinds vorige week zaterdag, denk ik, dat ik vannacht niet met mijn ruit kan openslapen. En ik zal jullie laten tonen waarom. Daarom! Vanmiddag ben ik terug naar een appartementje gaan kijken. Maar dat appartementje gaat hem niet worden. Nu ben ik een paasei aan het eten en nu ga je denken, Fobbe, heb je al je dieetgewoontes overhoop gegooid? Nee. Maar ik mag paaseieren eten. Niet constant. En ik moet gewoon mijn gewone ritme nog aanhouden, maar ik mag nog paaseieren eten. Ik ben ook naar de bibliotheek geweest in Heuveland en daar heb ik dit boekje meegenomen. Bij mijn boeken die ik gereviewd heb voor zij of haar april 2019 teruggebracht, want dat waren boeken van de BIP. En heb ik dit boek geleend. Dit is het boek Liefde in Gelato van Jenna Evan.